We zijn hier in Insperium in Cuijk bij Expo. Ja, William Laarackers, waar zijn we eigenlijk? Op de Expo New Energy. New Energy, dat klinkt toekomst. Wat voor New Energy? Dit jaar is de editie Waterstof. Hè. We zijn voornemens om nog vaker te organiseren. Maar we willen eigenlijk laten zien wat de huidige stand van techniek al is op het gebied van alternatieve energieën. Dus geen fossiele brandstoffen meer, maar wat de toekomst is naar zero emissie. Dus niet zozeer alleen waterstof, maar geen uitstoot meer, geen CO2 meer door benzine en diesel. Klopt. En vanavond hebben wij ongeveer 275 bezoekers of ondernemers. Die krijgen allerlei lezingen en pitches voorgelegd wat er allemaal al mogelijk is op het gebied van onder andere waterstof, maar ook op andere manieren van duurzame energie. Dat is vanavond. Morgen is het vrijdag en zaterdag 8 en 9 april. Is dit ook toegankelijk voor het publiek? Jazeker. Morgen vroeg is er een vrijdagmorgen dus. Is er een scholenproject. Daar komen ongeveer 250 mbo-leerlingen. En 's middags is het open dag voor het publiek en zaterdags ook. Van 10 tot 5. Prima. Nou staan we hier in een hal met een heleboel voertuigen. Allemaal voor het overgrote deel op waterstof. We staan hier voor een... ja, wat is het eigenlijk? Ja, dit is een waterstofbootje. Een soort jetski. Een soort jetski. Proefopstelling van onder andere van de universiteit. Dat is natuurlijk vooral leuk om even naar te kijken. Maar als we dan straks even met de camera die kant op draaien, dan zien we daar een enorme grote graafmachine staan, ook op waterstof. En daar staat eentje inderdaad op dual fuel en dat is een toevoeging van een dieselmotor samen met waterstof. Daardoor heb je dus minder dieselolie nodig en een CO2-reductie. Maar de andere graafmachine is volledig elektrisch. Ja, ik wou zeggen, want ik had op de arm net zien staan electric. Is dat dan de elektrische graafmachine of toch waterstof? Nee, dat is een volledige elektrische graafmachine. Ja, de ontwikkelingen op dat gebied gaan verder. Dit is een relatief kleine graafmachine en wij denken dat de zwaardere voertuigen, de grotere graafmachines, dat het niet meer met accu's en batterijen gaat. Dat is gewoon onvoldoende vermogen. Dus dat het daar sneller naar waterstof gaat. Of misschien wel naar mierenzuur. Mierenzuur, nog weer een nieuwe ontwikkeling. Maar dat is voor een ander keertje. Nou, dat is wel leuk om te vertellen. We hebben hier een aggregaat staan op hydrozine. En hydrozine is een ander woord voor mierenzuur. En mierenzuur is een waterstofdrager. Prima, nou daar gaan we straks even kijken. Daar zullen we zo meteen vast beelden van voorbij laten komen. Je had het er net over dat dit de eerste keer is. Er gaan dus meerdere Expo's New Energy komen. Zeker, dat ligt een beetje aan het succes van deze, maar zeer waarschijnlijk wordt het nu al succesvol. Dus dan gaan er inderdaad meerdere volgen. Prima, nou we gaan het beleven. Ik mag de kijkers aanraden om te gaan kijken. Het is zeer interessant. Er staan hier heel veel voertuigen. Het is absoluut de moeite waard om hier te gaan kijken. De toegang voor het publiek is gratis. Jazeker, toegang is gratis. Er staan allerlei voorbeelden, zoals je zei, van waterstof. Ook de Lightyear One, hè, de auto op volledige zonnecellen. Er staan elektrische trucks, de mierenzuuraggregaat, vervoeren van waterstof en normale waterstofauto's. Dat is van alles wat te zien. Prima. Nou, het klinkt enorm interessant, luisteraars, kijkers. Ik zou zeggen, ga vrijdagmiddag of zaterdag in de loop van de dag hier naartoe. Insperium in Cuijk. Voor de mensen uit het land van Cuijk de locatie van Ebbe Boomkwekerij. Kort bij de A73. Niet te missen, Beersweg 45 in Cuijk. Wij gaan nog even wat rondkijken hier. En hartelijk dank voor dit interview. En wie weet tot de volgende keer. Graag gedaan. Dankjewel. En we beginnen hier op dit prachtige podium midden in die Waterstofstraat. En ik wil een heel bijzondere eerste gast hier naar voren halen. Geef even een warm applaus. Jullie eigen wethouder, mevrouw Anton de Weert. Kom eens even samen. Hoe is het uw eigen energie, mevrouw Maas? Op een hoog niveau, als ik dit al zie. Oké, en u schaamt er ook helemaal van. U zit een klein beetje op hete kolen, want de raadsvergadering begint zo. Dus u gaat er straks ook weer vandoor, heb ik begrepen. En dat is niet omdat u hier niet wil blijven, maar het weer komt, hè? Ja, we moeten daar ook met de raad worden, dat heb je door elkaar. Ja, maar we zijn in ieder geval blij dat u hier bent, want de gemeente is hoofdpartner van deze beurs. Waarom is dat zo belangrijk voor de gemeente om hier hoofdpartner te zijn? Nee, want de wethouders die de microfoon overnemen zijn levensgevaarlijk. Dan loopt het programma uit. Maar ik heb toch wel iets te zeggen. Ja, dat weet ik, maar lekker kort. Oké, probeer het kort te houden. Waarom zijn wij hier partner? Volgens mij is dat wel duidelijk. Want je kunt het alleen samen doen als overheid, gemeente, met het bedrijfsleven, met het onderwijs en met onze inwoners. En als je nu ziet, afgelopen week, het klimaatakkoord, de oorlog met Oekraïne, volgens mij is het wel duidelijk hoe belangrijk die dergelijke duurzame stappen naar klimaatneutraal land van Cuijk dat is. Mag ik ook nog iets zeggen over wat ik hier zie? Of niet? Ja. Dat is een beetje de vraag. Nee, ik ga het gaan. Nou, heel mooi, want als ik hier rondloop, dan denk ik, wat een innovatiekracht. Echt, ik ben al 3 maanden wethouder hier en ik ben ook mega trots dat ik hier wethouder mag zijn. Want ik zie zo'n graafmachine, allerlei duurzame voertuigen, tractoren. Ik heb net kennis gemaakt met het studententeam van de HOP. Fantastisch dat zij een raceauto op waterstof hebben geproduceerd en met een duurzame marathon meedoen om 1 op 692 te raken. Dan heb ik pas over aantallen. Ja. En daar zaten de Lightyear, een combinatie van kennisinstellingen, overheden, bedrijfsleven. Nou, volgens mij is dat ook de toekomst van de waterstof. Dus als wij gewoon met heel trots en u zegt, we moeten het samen doen, dat is ook wat wij gaan zeggen. Wat is nou uw opdracht voor de komende paar jaar? Wat gaat u doen als wethouder als het gaat over duurzaamheid, over het inzetten van nieuwe energie? Nou ja, wij hebben natuurlijk als gemeente de opdracht voor de bebouwde omgeving, voor onze inwoners helpen met verduurzamen. En verduurzamen van het bedrijventerrein, daar hebben wij partners voor. En in de regio, ja, dat is al heel lang, dan loopt iedereen zaterdag vooruit, dan geven we meer informatie. Dus een energiestrategie waarin we dat allemaal opwekken samen met de zon en het wind. En toen gaat het terug, dan wordt het bijna even water. Maar even dan voor mensen die zaterdag niet terugkomen. Hallo? Ja. Goed. Wanneer kunnen wij in het volgende lintje door? En bij welke gelegenheid? Ik denk dat het altijd best voor de zondag is. En hopen we er nu een paar maanden. Oké, dus dan gaan we naar de lintjes. Hartstikke fijn, u bent hier namens de gemeente, wie ik ook even naar voren wil halen. Dat is Anton de Weert. Geef gewoon even een mooi applaus. Ja, voor mensen die jou niet kennen, wie is Anton de Weert? Met welke pet of sta je hier? Ja, ik sta hier namens een aantal petten. Ik werk hier bij Marel en Bolton, maar ik ben ook al heel lang bij de industriële kring en ik ben voorzitter van het platform AgriFoodTech. Ja, en ik ben ook een van de aanjagers van deze expo, toch? Nou, dat is tweede. Ik wil daar vooral William Laarackers noemen. Ik ben William Laarackers. Ja, goed. En we willen een positief applaus geven. Ik bedoel, op het einde van het programma ook weer William. Maar het is fijn dat we hier staan. Want waarom is dat thema duurzaamheid en nieuwe energie zo belangrijk voor u? Nou ja, goed. Het gaat hier vandaag, of deze dagen, over waterstof. En ik begrijp ook dat jij een topspecialist bent. Je was ook in Horst. Ja. We hebben ook al zo'n enige waterstofsessie Nou ja, ik ben niet even expert, maar inderdaad als dagvoorzitter word ik af en toe gevraagd om bijeenkomsten te leiden. En toevallig heb ik vandaag 2 bijeenkomsten op 2 verschillende plekken die over waterstof gaan. En in Limburg is vandaag de eerste waterstoftankstation geopend. Dat was wel een leuk moment. Nou, kun je zien hoe actueel dat we bezig zijn in deze regio. We hebben dus een nieuwe gemeente, we hebben een nieuwe wethouder, we zijn al aan het woord geweest. We zijn laatst bij het college geweest, een geweldig dynamisch college, dat is heel positief over. Ik denk dat we ook namens heel veel ondernemers spreken, en zeker namens de industriële kring, want we hebben een aandacht om 1 uur gemeente te krijgen, met de hoge verwachtingen van de nieuwe gemeente. En dan wil deze gemeente zeggen, ook nog trekken zijn in de energietransitie. Ja. Super, dankjewel. Goed zo, ja, ja. Ik kan het maar zeggen, het is natuurlijk nog lekker verhoogd. En om het dan nog meer concreet te maken, en om te kunnen zien of we tijdens dat we meten, hebben we hier een statement opgesteld. En dat statement, dat wordt zo meteen met jullie 2. Maar zal ik het eerst even voorlezen voor de mensen hier? Er staat het volgende op. Statement. Heel goed. De gemeente Land van Cuijk investeert in een schone en goede leefomgeving als basis voor een vitale gemeenschap waarin we goed wonen en werken. Dit doen we samen met het lokale bedrijfsleven en onze inwoners. We gaan voor een klimaatneutraal Land van Cuijk in 2045. Dat is een mooi statement. En dat zijn geen kleine woorden. En ik wil jullie allebei vragen om dit statement met een watervaste stift zonder